Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. Ah! Elke dag sta ik voor die spiegel en zeg: goedemorgen, Bof komt. Zeg je dat echt? Ik voel me de laatste tijd een beetje kloten. Waarom? Nou, dat is dus de grap, hè? Heb je je hoofd in het pot gehangen? Nou, zit je. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Iedere week ben ik bij je op televisie. Vandaag weer vanaf de markt in Leiden en volgende week vanaf de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Ja, je kijkt dit programma waarschijnlijk op woensdag of op donderdag. Nou, donderdag 26 januari dan is de uitreiking van die Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Ik mag hem presenteren en vanaf 8 uur zie je hem live op televisie bij Unity.nu. Dus donderdagavond 26 januari de uitreiking van de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs om 8 uur live op tv en online. En daarna gaan we dan weer het programma opnemen voor volgende week. Dus nou, hebben we de huishoudelijke mededelingen gehad. Welkom bij een nieuwe Rudo vanaf de weekmarkt in Leiden. Rudo! Ah, Rudo. Hoe is hij? Wat stond jij aan te denken? Ik zat op de bus. Waar ga je heen dan? Ik ga weer naar mijn huis toe. Oké, dus, en moet je nummer 4 halen? Ja, ja. Nou, dan loop ik wel even mee, want anders dan hebben we een heel kort gesprek. Oké, gaaf mee dat je ziet. Wat heb je aan je oog dan? Jij bent geopereerd, ik had huidkanker, ben geopereerd van de week, maar viel niet mee. Maar ben je weer een beetje schoon nu dan? Ja, gelukkig wel. Hey. Voel je je ook goed? Ja, wat dacht je dan? Dus welke halte moet je uitstappen straks? Leiden-Zuid. Leiden-Zuid gaat hij eruit. Oké, Rudo, je bent een kanjer. Dankjewel. Rudo! Hallo, dag. Ik heb er weggejaagd. Ja, het is allemaal gelukt. Hoe lang hebben we elkaar ook alweer een tijd niet gezien? Ja, dat komt. Maar ja, ik ben niet meer actief in de stad werkzaam. Het is op mijn fiets een boodschapje doen en gezellig even naar de markt natuurlijk. Hè. Dat, ja, maar ik hoorde net stiekem tussendoor dat jij al 75 wordt. Ja. Maar dat zou je, ja, ik ben meestal niet complimenteus naar je, dat weet ik ook. Best wel daar ga altijd. Dat weet ik dat je zo bent en daarom is het ook niet nodig. Maar ik vind het aardig en ik accepteer het ook. Kijk, van je. Hartstikke goed. Nee, maar voor 75, je ziet er hartstikke goed uit. Je bent nog fit, ik hoor dat je gaat skiën. Ja, heerlijk. Ja, we gaan er lekker tegenaan. En met wie ga je dan? Wanneer? Nee, ja, met wie? Nee, ik zeg nooit wanneer namelijk, want dan zitten ze in mijn huis natuurlijk. Ja. Nee hoor, maar met een groepje, mijn mannen, die zijn er al inmiddels en... Ze halen mij daarop en dan word ik meegenomen en dan gaan we de heerlijke week tegenaan. Maar het is toch heerlijk dat je 75 bent en dit nog kan doen? Realiseer je dat? Realiseer ik me elke dag, sta ik voor die spiegel en zeg: goedemorgen, Bof komt. Zeg je dat echt? Meen ik echt. En lach je dan ook naar jezelf? Elke dag. Okay. Ja. Ja, ik ga niet zeggen wat ik voor de spiegel doe. Ik wens je een hele fijne dag verder. Heel hartelijk dank. Goed je weer te zien. Hey. Tot snel. Doei. Tot binnenkort wel weer eens een keer. Vast wel. Ja. Tot ziens. Rio! Mevrouw, wat heeft u een mooie muts op. Nou, ik moest daar even wat van zeggen. Ja, ik ben niet zo eng hoor. Nee, dat weet ik, maar ik hoef niet op beeld. Oké, nou dan gaan we snel zwaaien. Loop maar. Ik ben altijd al zo in beeld. Ja, maar dat komt omdat je er zo leuk uitziet. Mogen je dan wel heel even nog laten zien zo? Mooie muts hoor. Rio! Wij zijn zeker aan het filmen. Hey, hoe is het? Hoe is het meneer? Ja, hoe is het met jou? We kennen elkaar toch? Ja, wij kennen elkaar zeker. Ja. Maar ik moet even, help me heel even. De jongen van de straat al meer dan 20 jaar toch? Ja, maar weet je op wie jij ook een beetje lijkt? Op wie? Op die volkszanger. En dan gaat mijn cameravrouw die denkt nu, weet je wie ik bedoel of niet? Ja, qua gezicht wel, maar ik kan naam even. Je lijkt een beetje op Robert van Hemert. Nee, dat is niet zo, maar nee. Ik ben de oudste van de straat nog steeds. Dus, maar hoe gaat het nu dan? Want het is vandaag koud. 2 dagen geleden is de moeder van mijn kind overleden. De moeder van je kind overleden? Ja. Maar die was dan nog heel jong? Nu, 4 jaar als mij, 51. Ja, maar dat is toch hartstikke jong? Ja. Maar hoe oud is jouw kind dan? 27. Maar, wat doet het met je? Weet je toch wel niet? Nee, maar... Ja, het is toch helemaal van slag af. Ja. Maar waren jullie nog wel samen dan? Nee. Maar... Weet ik, zal één ding wil ik zeggen op tv. Nou, ik zeg het maar. Je hebt nou een winterprotocol, heb je een centrum misschien dan bij de Jumbo daarachter. Dat is een goede zaak. De binnenvest zelf, de daklooscentrum. No-go area. Waarom niet? Nee, wat daar allemaal gebeurt, dat wil je niet weten. Triest. Handhavers van leiding, triest.
Ze kunnen buiten kunnen ze een beetje boeven pakken in plaats dat ze mij achterna zitten. Maar dat zei ik de vorige keer ook al. Ja, maar wat ben je nou de hele dag aan het doen dan hier? Markt. Zijn mijn vrienden. Maar net zoals nu, vanavond, dan is de markt er niet meer. Dan wordt het donker, dan wordt het koud. Nee, dan om 4 uur kan ik weer daar terecht. Kan ik wel gewoon slapen. Om 4 uur ga je naar binnen en dan krijg je eten. Ja, kijk, eten dingen. En het is gezellig ook daar met die jongens onder elkaar. Dat is echt leuk. Nou, ik vond het leuk om je even te zien. Ik wens je heel veel sterkte, want het is natuurlijk wel voor klote nieuws. Het is heel klote nieuws. Mijn Leiden is ook eigenlijk een klote stad aan het worden. Weet je waar je wie te danken hebt? Maar waarom heb je dan nog een Leiden? Meneer Leenfrink. Die legt al het verbod op en zoekt ze dingen, maar die moet eens een keertje zichzelf laten nakijken. Vroeger had je burgemeester Goedkoop, dat is een goeie. Maar je hebt wel nog een Leidenmuts op, dus je bent nog wel een beetje trots op je stad. Ja, nee, tuurlijk ben ik trots op mezelf. Schijt dan de hele shit of niet. Ja, dit is... Hey, we gaan snel de markt op. Voor meneer Leenfrink in ieder geval. Nou, steek die maar in je mond, de politie, dat weet dus ook wel. Nou. Nou, maar... staat genoteerd. Staat genoteerd. Ja, tot ziens. Boks, ja toch. Rio! Hoe is het? Ook nooit meer. Nee, maar nu. Oh, wat heb je lekker warm. Oh, kom hier. Je bent zo lekker warm. Je hebt onwijs warme handen. Waar kom je vandaan? Van huis. Waarom heb je dan geen handschoenen zonder vingers aan? Ja, ik ben ze vergeten. Oh, wees ze van mij? Nee, ik ben een echte Hollandse jongen. Zo zie je er niet uit. Nee, maar jij ook niet. Nee. Handen in de zak. Ja, maar dat is wel de tip. Als man, als je het koud hebt, doe je handen tegen je been. Maar dat is een beetje raar ook, ja. Hè? En ik sta net te vertellen, ik voel me de laatste tijd een beetje kloten. Waarom? Nou, dat is dus de grap, hè? Ik voel me kloten. Ik denk, ik heb weer een gesprek. Maar waar kom jij vandaan dan? Jij bent ook niet Nederlands. Ik kom wel van origine uit Nederland, maar mijn moeder is Indonesisch. Ah, maar jij bent... Dat kan je zien. Indonesisch met Fries. Ik wil zeggen, want je hebt geen Leids accent. Nee, mijn vader komt uit een boerenfamilie. En waar zijn jullie? Dat zijn jullie dan weer van elkaar? Wij zijn Matties. Jullie zijn Matties, al heel lang. Al best wel lang, ja. Maar Matties op één adres of gewoon... Nee, ik ben... Precies, daar heb ik een getrouwd. Ja. Nou, heb ik niet gedaan, maar mocht ik ceremoniemeester zijn. En ben jij ook getrouwd dan? Nee, ik ben zelf niet getrouwd. Wel vaak geoefend. Ja, hoe vaak heb je het ja-woord gegeven? Nou, dat valt wel mee, 2 keer. Okay. Nou ja, dat is al 2 keer meer dan wat ik heb gedaan. Oh. Dus hey, leuk om je te zien. Ik hoop dat je snel niet meer je kloten voelt. Kan je nog spinnen? Ja, ik moet weer gaan spinnen. Maar... Leg het vast, hè? Leg het vast. Nou, maar mijn cameravrouw mag dus echt niet klagen. Want wij zijn ooit gaan spinnen bij de sportschool in Leidendorp. Ja, omdat zij dat wilde. Oh, echt waar? Ja. En ze is 3 keer mee geweest en toen ging ze niet meer. Want je ging ook met een man? Met Erik, ja, klopt. Dat is van die maakt zeg maar al die dingen die je tussendoor hoort van Rudo. Dat is Erik, die maakt dat soort dingen. Maar ik beloof je... Het is nu januari. In februari heb je me minimaal weer 1 of 2 keer gezien. Oh, prima. Ja? Dat is goed voor je. Je moet een beetje fit blijven. Ja, en dun. Complimenteus programma. TV maakt dik, hè? Dus in het echt ben ik dunner dan op je tv. Hey, fijne dag nog. Het is winter, ja, hè? Ja, het is ook nog winter. Goed zo. Goed zo. Het is niet leuk, dit. Nee, ja, ik moet er ook nog eentje hebben. Ik geef je nog 1 keer een hand, want hij is zo lekker warm. Rio! Een dame en een heer. Samen gezellig op de markt. Ja. Koude markt. Ja, het is heel koud. Ja, we zijn van de televisie. Dit is mijn cameravrouw. Dit is Brigitte. Ja, nee, daar wil ik helemaal niet op de televisie. Oké, maar jullie zien er zo gelukkig en warmpjes uit. Nou, warmpjes, dat is het verkeerde woord, hoor. Ja. Nee, maar met zo, ik bedoel, lekker warm aangekleed. Ja, precies. En u ziet er echt uit als een meneer. Oh, dank u wel. Maar, liep u... Nee? Maar, serieus? Nee, maar nou, oké, laten we kijken. Als je kijkt, u heeft net de schoenen aan, een mooie ribbroek en een hele mooie jas en dan afgemaakt met zo'n nette hoed. Nou ja, dat kan alleen maar goed zijn natuurlijk. Maar loopt u er uw hele leven al zo netjes gekleed bij? Of is dit voor u gewoon? Dat is gewoon. Maar wat is dan netjes? Netjes? Wanneer is die netjes? Wat heeft hij dan aan? Als we ergens naartoe moeten, een speciale gelegenheid. En is het dan 3-delig kostuum? Nee. Wanneer is hij op zijn netst? Ja, behoorlijk. Ja, de stropdasje? Ja, helemaal goed. Oké, okay, nou ik wens jullie een fijne dag verder. Ja, wij jullie ook. Oké, tot ziens. Dag. Rio! Normaal zit je achter glas. Nee, kijk, ja. Hoe is het? Gaat goed, joh. Ja, normaal dan zwaaien we nog wel eens, dan zit je aan de koffie, maar ze hebben je vrijgelaten. We komen er net vandaan.
Okay. Ja. Hoe, de Muppets, hè? De Muppets, inderdaad, ja. Er is één Muppet al doorgelopen. Ja, ik zag hem net al, ja. Je hebt hem al gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Maar jij bent de pineut vandaag. Hoe gaat het? Goed. Met de gezondheid? Prima. Met de rest? Nou ja, je ziet het wat er bij me staat. Kan beter. Ik ga vaak met mijn vader koffie drinken. Hoi. Kijk, het is gewoon één grote gezelligheid. Jullie kennen ook alles en iedereen hier. Ja, ik ken een heleboel mensen, ja. Een beetje om te compenseren. We kregen net een middelvinger van een kijker naar de gemeente. Waarom? Dus we een beetje positief. Ja, die was niet blij met de burgemeester en met de handhaving. Oh, nou. Dus hebben jullie nog iets positiefs? Ja, ze hebben allemaal een mooie wagen. Een heleboel hebben een mooie nieuwe wagen gekocht. Omdat er geen steentjes meer neergezegd worden. Dat die ermee stopt. Oh ja, die verschoor. Ja, maar ze dochter ook. Die hebben prachtig mooi iets gekocht. Wie is jouw dochter dan? Met de groente en fruit. Van de Rijden. De allereerste stal hier zo. Dat is de familie van jou? Mijn dochter en mijn schoonzoon. De mooiste die daar staat, hè? De mooiste, ja. En de beste. De mooiste dochter. Ja. Maar ik heb er wel mijn best op gedaan. Nou, met het licht aan. Maar heb je zelf ook vroeger in de groente gezeten dan? Ja, wat zeg je? Zat je zelf ook in de groente dan? Nee. Wat deed jij vroeger? Dan was ik nog knapper geweest. Nog knapper? Hij maakte mensen koud. Serieus? Ja, echt waar. Nou, dan ga ik snel weg. Waar heb je ook alweer in gezeten? Zat je in de uitvaart? In de diepvries. In de diepvries? Ja, maar geen mensen dan. Geen mensen mag ik ook. In de airco's zat hij. Oh. Dus hij maakt mensen koud. Ja, dan maak je mensen koud, ja. Maar dat is ook al een paar jaar geleden, denk ik. Precies. Nou, geniet lekker van de vis. Ja, ja. Ik zie jullie wel weer een keer. Succes, hè. Volgende keer zwaaien we weer. Is goed, ja, jongen. Rio! Wat luister je dan? Sorry, I don't speak that. What are you listening? What are you listening? Now? Huh? Yeah? Linkin Park. Linkin Park? Yeah. Can we listen? No. Why? No, through your ears. No. Zo goed in het Engels, zeg ik. No, Linkin Park. No. No, I check in their breath. What is it? Where are you from? Czech Republic. You're from Czech Republic. Mm-hmm. And are you here for a holiday or you live here? I'm here for a holiday. I'm sorry, my English is bad. Oh, my English too. What do you think of the city? Nice, very nice. Yeah? Mm-hmm. And for how long do you stay in Leiden? 1 week. 1 week? Yeah, what are you going to do? Now shopping. Shopping? Yeah. No, then you have to go this way. Okay. No, that way. And then that way. Yeah, I go from this. Okay. This. Yeah. Have a nice holiday. Yeah, thank you. I'm sorry. Rio! Dit kan niet anders dan fout gaan, waarom? Ja, dat zeg ik altijd. Ja, nee, maar waar is de baas? De baas is even naar het hoofdkantoor. Is ze naar het toilet? Ja, dat is het hoofdkantoor. Oké, okay, nou, lekker verhaal dan. Houd die mensen niet van de weg. Ja, sorry. Heb je hem weer? Ach joh. Dus, maar wat is jouw hoogtepunt van de week? Mijn hoogtepunt van de week? Ongeveer 4 uur lang in een trein zitten. Ja. Maar waar ben je heen geweest dan? Naar huis. Maar de trein reed niet? Of, hij reed woon je wel. Ver weg? Ik woon een beetje ver weg, maar de trein die had er gewoon geen zin in, dus hij ging wat trager. Maar waar woon jij dan? Veldhoven. Waar ligt dat ook alweer? Ergens midden Brabant. Oké, okay. Maar hoe kom je hier terecht dan? Werk en een relatie dus. Oké, okay, zo kom je dan weer hierin. Dan kom je weer hier en dan word je weer vastgeketend door je schoonmoeder. Is dat je schoonmoeder? Dat is mijn schoonmoeder. Heb jij een relatie met een van haar? Oh? Een van haar, ja. Ik ben hartstikke schoon. Hallo. Heb je je hoofd in het pot gehangen? Nou, zit je. Doe je nou echt zo? Hoe makkelijk kunt het wezen? Je was op het hoofdkantoor, hoorde ik. Ja, ik was op het hoofdkantoor. Maar ik kom al vaak. Dat is mijn schoonkind. Dat is mijn schoonkind, ja. Dat wist ik ook niet. Maar ja, ik vertel niet alles. Je bent de tijd niet geweest. Dus nee, dat is, nou, dat is, kan ik het je ook niet vertellen. Het is heel lang geleden. Je haar zit zelfs los. Zo lang ja, geleden. Ja, mijn haar danst. Fem, je haar danst. En maar danst. Hoe is het? Goed. Ja, prima. Lekker, gaat heel goed. We hebben elkaar zo lang niet gezien. Wat moet ik allemaal weten? Wat heb ik gemist? Ja, als ik dat moet gaan vertellen, dan mag ze wel een omnibus gaan schrijven, dat kind. Dus dat schiet niet echt op dan. Hè. Wat heb je gemist? Ja, heel veel dingen. De wintermaanden, de kerst, dat soort dingen heb je gemist. Verjaardag heb je gemist. Mijn moeder is 76 geworden. Mijn dochter is een donderdag jarig. Dan ga ik morgen. Wordt ze 31. Ja, wil ze niet weten, maar 31 lentes jong. Ja, wordt ze. En dan ga ik lekker met haar naar de bosrand toe in Oegstgeest. Kleinkinderen mee, even lekker verwennen. Ze wil zo'n geweldige, mooie, dure koeientas, weet je wel. Ik eet die koe wel op. Ik denk, dan maak ik wel een tas van zijn huid. Maar nee, dat wou ze niet.
Maar ja, goed, ook even uit. Dus ze hebben een hele mooie uitgezocht. Ik zei, kind, dan is die voor jou. 31. Dat is toch ook een leeftijd? Ja, leuke leeftijd. Lekker jong. Maar ik zag wel van de week op Facebook een foto van 4 generaties. Ja, mooi hè? Was je moeder, 4 meiden. Je dochter, ja, ik en mijn kleindochter. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 4 generaties meiden. Want ik heb natuurlijk ook nog een kleinzoon. Maar 4 generaties meiden. Vond ik wel leuk, even zo'n keertje. Het is toch mooi dat dat kan? Kan, dat is geweldig. Ja. Super, en onwijs leuk. Kleinkinderen, dat is het mooiste wat je kan hebben. Nou, ik hoop dat het nog even duurt. Ja, bij jou wel, ja. Die oudste is 14. Nee, dat moet nog even... Die begint af en toe wel vragen te stellen dat ik denk van... Nee, ik wil dat je gewoon nog een klein meisje bent, maar... Ja, zeg nou maar gewoon, die kinderen kosten geld. Nee, dat ook. En dan geven ze liever zelf nog even uit, weet je wel. Ja, ja, ja. Dan moeten ze zelf leven. Ik zou het wel leuk vinden. Of kijk eens, ze is nu 14. Tegen de tijd. Dus over 13 jaar ben ik 53. Nou... Een mooie leeftijd om open te worden. Oude opa. Hoor. Nee joh, 53 is toch jong? Je hebt een baard, dan word je grijs. Dus dan zie je eruit als een oude opa. Ja, dat wou ik dan weer net niet zeggen. Ik ben er wel trots op. Dat je grijs wordt. Ja, George Clooney is ook grijs. Vinden ze ook sexy. Okay. Ja, maar die heeft koffie. Nee, die heeft koffie. Ja. Ja, heb je ook koffie? Ja, ik heb koffie. Ga mee. Goed, we hebben koffie. Hey. Vriend, even zwaaien. Volgende week zijn we er weer. Dan vanaf de Leiderdorpse Ondernemersprijs. Tot volgende week. Koffie. Ja. Jij nu? Oh, hij moet even zijn attributen pakken hoor. Ja, daar gaan we. In de camera kijken. Ja, ta. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.